VVD-fractievoorzitter en oud-minister Klaas Dijkhoff gaat aanschuiven bij het interviewprogramma College Tour. Ook zangeres en actrice Simone Kleinsma en kickboxkampioen Rico Verhoeven laten zich de komende weken door Twan en studenten ondervragen. Eerder dit seizoen waren de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres. En het hoofd van de AIVD Robert Olial te gast in het NTR-programma. Het laatste gesprek wordt uitgezonden op 21 januari. Dijkhoff werd in 2015 staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en werd in datzelfde jaar door journalisten uitgeroepen tot politicus van het jaar. Rico Verhoeven is meervoudig wereldkampioen kickboksen. Vorig jaar won hij een veelbesproken prestige gevecht met Bad Hari. Simone Kleinsma speelde onder meer in talloze series en toneelstukken en musicals. In september ging de musical was getekend. Annie M.G. smiet in première, waarin Klein de hoofdrol speelt.